Hello, this is my grandmother. She will be 85 next month. This is Tony the Pony, and we're going to do a little interview now. Oké. Ja. Dus, Bomma. Vroeger, toen jij jong was, als jij toen wou gaan dansen of zo, of ergens naartoe gaan, wat deed jij toen eigenlijk? Want nu, zo'n dansing, dat bestaat nog wel, maar wat deed jij vroeger eigenlijk? Wat dat wel vroeger deed, hè. Ja. Naar een dansing gaan in de buurt. En dan gingen we dan dansen. Echt? Echt veel, veel gedanst. Echt waar. En onze bompa die wals te geren. Ach. En tango. En dat was dan echt... Iedereen kon dat dan ook, al die dansen. Ja, iedereen kost dat. Die dansvloer was vol. Jong volk toen, hè. Ah, zo cool. En leerde jij dat dan ergens, die dansen? Of hoe deed jij dat? Nee, wat ontzagen. Van een leerde dat op een andere. Ah, dat is zo tof. Ja. En danste je altijd met dezelfde? Nee, of was dat zo de jongens die de maskers kwamen vragen om te dansen? Ja, die de maskers kwamen te halen. En dan wat heb ik gedaan? En dan ging je terug op een stoel of op de bank zitten. Hè? En dan kwam er weer iemand anders op halen. Wat speelde er dan muziek? Was dat zo iemand met een orgelke? Met een orgel. Echt? Ja. En dat was tegen die de Rozoep. Ik weet niet dat je dat... Of hoe het? Er was ook een café. En daar gingen we John of Lucena zonder zachten doen ze. En dat was dan een plakjes daar gespeeld. Hè? Ah. En, daar draaiden ze plaatjes. Dat werd ook gedanst. Dat werd ook gedanst, ja. En waren er soms ook zo plekken waar je naar zo... Dat echt een groepje kwam optreden of zo? Ja. Gebeurde dat ook of niet? Toch niet zoveel in onze tijd, nee. Hè? In onze tijd, nee. Hè? Echt waar. Ja. Weet je wat? Wil een dingen. Harmonica. Een groepje met harmonica. Accordeon. Zo is het. Want er was scherpe nevelkermis, zige kermis mocht ik gaan. Ah ja, die kermis. En dan kagging kermis. Toen was dat badist, toen was dat kagevin. En is nog bekkenvoeten gesmeugen. Amai. Amai. Ja. Ging jelle zo vaak dansen? Of was dat zo ene keer om in de maand? Of alleen op de kermis? Nee, of elke week? Iedere week. Dan ofwel, die zaal, dat was niet aan de wijken. Zo, nee, dat was maar als kermis was. Ja, ja. Maar dan in die café, dat ik dat zei, dat was alle weken. Maar dan gingen we alle weken ook niet, zo. Dat mocht ik niet. Ah, hè? Nee. Nee, ja, dat mocht ik niet. En dan moesten we voor 12 uur Thomassen, hè? Ja, terecht ook. Zeg, hela. Dan gaan we om 12 uur niet stommen, hè? Ik probeer van vroeger te vertrekken.